Hallo, welkom. Leuk dat u kijkt. Sorry. Mijn naam is Mike en in deze video wil ik dit portret, want dat is het volgens mij wel, wil ik gaan bewerken. Misschien is het een actiefoto, ik weet het niet. Het is in ieder geval een jonge dame die aan het survivalen is, hè? Een sport, een beetje een combinatie tussen ja, joggen, hardlopen, over hindernissen, klimmen door het water heen, allerlei outdoor activiteiten eigenlijk. En nou, aan haar hele uitstraling is volgens mij wel te zien dat ze er veel plezier in heeft. We zien aan de achtergrond, het is vrij groen. Dus we begeven ons ergens in het landschap. En het landschap is ja, heel vaag, heeft een heel mooi bokeh. Zeg maar, hè, dat komt door de lens die gebruikt is. Terwijl het onderwerp, de dame in kwestie, is heel scherp. En die wil ik gaan bewerken om het nog wat mooier te maken. Dat is het doel. Ik klik mijn historiepaneel even dicht hier. Dan wordt de foto wat groter. En waar ik over het algemeen mee begin, en dat ga ik nou ook doen, is even de lenscorrecties doorvoeren. Dus de correctieprofiel inschakelen. Dus het profiel wordt erkend. Dit is een Canon 70-200. Kleurafwijkingen. Nou, uitsneden behouden, klik hem aan. Ik ga hem niet automatisch recht zetten of het perspectief veranderen. Ik vind dat hij redelijk recht staat. En het landschap is sowieso niet af te lezen of het recht is, ja of nee. En voor mijn gevoel staat hij goed zo. Dus ik klik dit verhaal even dicht. En dan ga ik naar de standaard. Dan ga ik even kijken naar mijn witbalans. Voor mijn gevoel is die goed, maar we gaan toch even kijken. Opname, u ziet, staat op 5200 en plus 4. De kleurtint, als ik zeg, ga naar automatisch. Hoe wordt die erg roze? Dat kan nooit de bedoeling zijn. Daglicht. Ja, als ik een beetje gelig als ik naar opname ga. Ja, vind ik wat mooier. Maar goed, dat is ook een kwestie van smaak. Deels natuurlijk. Ik denk dat die goed staat zo. Dus daar ga ik mee werken. Ik heb hier eventjes uitknippen, schaduwen, verbergen. En ja, als ik erop, zo worden ze verborgen. Zo worden ze zichtbaar. Dat geldt voor de hooglichten ook. Dus als ik straks in mijn bewerking te ver ga met hooglichten of met schaduwen, dan krijg ik dat te zien in beeld. U zult het zo zien. Ik begin met de hooglichten. Bij landschappen haal ik die altijd helemaal eruit en de schaduw altijd helemaal omhoog. Als je dat bij een portret doet, dan krijg je elke porie van die persoon te zien. En elke ja, huidschilfertje. En dat wil je niet. Dus daar moet je een stuk voorzichtiger mee zijn. En dat, ja, dat doe je meer op het oog, als je het überhaupt al doet. Hooglichten wil ik er toch meestal wel in dit geval wel uithalen. Want anders is de sommige delen, het hier heb ik wat witte vlekken en hier op haar voorhoofd ook. Dus die haal ik er sowieso wel helemaal uit. Als ik zie, oh, je ziet nu meteen hier begint hij te klippen. Dus hier zit geen detail meer in. Dat is te wit. Wit is alleen maar helemaal wit. Ik let altijd op haar gezicht. Ik let niet zozeer op de omgeving. En dan denk ik, nou, als ik tot zover heeft het zin. Als ik verder ga, wordt het eigenlijk niet meer natuurlijk. Dus ik hou hem ongeveer zo, ja, rond de 50, 60 in dit geval. Dat verschilt natuurlijk per foto. Schaduwen, over het algemeen ben ik daar helemaal voorzichtig mee met portretten. En mijns inzien voegt het ook niet echt iets toe als ik de schaduwen opvoer. Dus ik laat die gewoon op nul staan, denk ik, ja. Ik zou hier wat kunnen winnen, maar dat heeft weinig waarde. De witte kan ik ietsje opvoeren. Ja. Doe ik tot hier, zo ongeveer. Zodat ik dat rode hier niet meer zie. Want op het moment dat ik hier rood zie, betekent dat ik te ver ben gegaan. Dat wit alleen maar wit is en dat er geen detail meer in zit. Dan ga ik bij de zwarte kijken en dan ziet u dat hier wat komt. Maar ja, zwarte in een portret geeft ook weer vaak geen mooi effect. Dus die hou ik gewoon lekker op nul. Ik kan altijd nog wat contrast toevoegen als ik dat zou willen. Maar dat, nee. Ik denk, voor dit paneel, hè, helderheid kom ik bij portretten eigenlijk bijna nooit aan. Je ziet, dan krijg je een heel grauw gezicht. Levendigheid zou je achteraf nog wat kunnen doen, maar ik doe daar ook niet veel mee. Verzadiging ook niet. Portretten bewerk ik eigenlijk over het algemeen voor 90% met mijn aanpassingsperceel hierbovenin. Maar het eerste wat ik ga doen, wat me opvalt, is, heeft hier een klein plekje zitten. Nou, dat wil ik wel weghalen, want dat vind ik een storend iets in dit geval. Dit is ook niet iets wat bij haar hoort. Het is gewoon toevallig. Die dag was dat even zo. Dus ik klik op retoucheren, zoals u zag. Ja. Als ik nou even terugzoom, ik druk op de spatiebalk en dan klik ik.
Ja, zo is het keurig weggewerkt. Dat soort dingen doe ik altijd met retoucheren. Kom ik er met retoucheren niet uit, krijg ik dan niet een mooi resultaat. Ga ik naar klonen toe. Als dat ook niet lukt, ja, dan lukt het dus gewoon niet. Ik zie hier nog een klein stukje. Kijk, dit is echt een soort van, ja, klein moedervlekje, zeg maar, klein plekje. Die zou ik normaal niet weghalen, want dat hoort gewoon bij haar. In dit geval doe ik dat wel, om je te laten zien dat het kan. Dus ik klik er even op. Ja, ik vind eigenlijk dat mijn doezelaar wel wat groter mag. Ja, dan vervalt hij ook wat mooier naar de achtergrond. Zo. Zo is die goed. Ik zie voor de rest geen rare plekken in het hele beeld niet. Dus ik kan deze sluiten. Wat ik nu ga doen is dat ik weer naar mijn aanpassingsperceel ga. En ik druk even op effect om alles weer op 0 te zetten. En dan ziet u hier, hier staat het al, irisverbetering. Als ik hierop klik, heb ik een drietal presets in zitten. Die zitten standaard bij Lightroom, heeft u dus ook. Een drietal die voor portretten bedoeld zijn. Irisverbetering, huidverzachten en tanden witter maken. U kunt trouwens deze presets ook zelf maken. Als u een instelling heeft gekozen, kunt u hier huidige instellingen opslaan als nieuwe voorinstelling. U kunt uw eigen presets aanmaken. In eerste instantie wil ik beginnen met het irisverbetering. Nou, de iris is, ik zal het even van dichtbij laten zien. Dat weten we allemaal, denk ik. In het midden heb je de pupil, dat zwarte, die zwarte ronde plek in de oog, zeg maar. Daaromheen zit de kleur van het oog. In dit geval is dat blauw. Dat is de iris. Daaromheen het oogwit. Nou, het oogwit is mooi wit. Daar hoef ik voor de rest niet veel aan te doen, anders wordt het te veel. En ik heb op irisverbetering gedrukt en dan krijg ik een preset die 35% belichting toevoegt. De helderheid met 10% opvoert en de verzadiging met 40%. Dus als een oog blauw is, wordt hij nog blauwer. Is die groen, wordt hij nog groener. U kunt dat natuurlijk altijd even toepassen en achteraf die sliders verder opvoeren of juist wat behoudender en wat meer terugzetten. Over het algemeen moet ik zeggen dat deze preset van de irisverbetering wel goed werkt. Ik zet meestal automatisch maskeren aan. Dan kan ik niet over het randje gaan. Bij het wit hier bijvoorbeeld. Of bij de haren. Alhoewel ik niet denk dat Lightroom die haren eruit gaat filteren. Maar we gaan het zien. Ik druk even op de O. Dan krijg ik het overlay masker. Dan kan ik zien wat ik geselecteerd heb. U ziet, hij houdt wel goed het wit in de gaten. Daar gaat hij niet overheen. En hier bij de wenkbrauwen ook. En het oog ook. Alleen ik ga gewoon dwars over het oog heen. Dus dan pakt hij dat. Je ziet dat, ik haal even de muis weg. Het haar heeft hij nou ook rood gemaakt. Nou, ik dat op kan lossen, druk even op de Alt-toets van mijn toetsenbord. En dan wordt het plusje van mijn penseel het minnetje. Ziet u? En dan kan ik dat weer deselecteren. Kan ik dat weer, zeg maar, weghalen. Zo. Nou, ik denk dat ik op deze manier netjes de iris heb geselecteerd. Ga ik hier ook doen. Althans proberen. Ja, hierachter. Ik kan eigenlijk helemaal niet zien wat er gebeurt. Ik haal hier weer even wat weg met het minnetje, met Alt ingedrukt. Hier mag nog wat bij. Zo. U ziet, ik kan hier rustig overheen gaan. Als de buitenste cirkel, dat is mijn doezelaar, hè, dat kan ik hier regelen. Als die maar niet over het haar, in het haar komt. Nee, sorry, het binnenste gedeelte moet niet op het haar komen. De doezelaar wel. En dan zoekt Lightroom zelf de rand op. Ik kreeg laatst een opmerking van iemand. Ik zei van, dat ben je vergeten te vertellen. En dat klopt ook, dus bij deze. Nou, we gaan eens even kijken. Ik haal de O weg. Of ik druk even op de O, zodat het overlaymasker weggaat. En dan zie ik haar ogen natuurlijk goed in beeld. Maar dan zie ik niet hoe het eerst was. Dan kan ik hier even dat penseel, wat ik net gedaan heb, in- en uitschakelen, die bewerking. Dan schakel ik hem even uit. En dan zie ik, de ogen zijn in één keer een stuk sprankelender geworden. En als ik hem even aan- en uitzet. Ik ga even terugzoomen. Want het moet ook niet te worden. En dan zet ik hem even uit en dan ziet, nou, ik kom daar wel mee weg. Het is mooier geworden, het is wat sprekender geworden. En u kunt nu, als u vindt, hij staat op 40, hè, en de belichting op 10, stel dat u zegt, ja, ze moeten nog lichter, of de belichting staat op 35. U ziet, dan kan ik dat gewoon opvoeren tot in het absurde aan toe. Of juist donker maken. Dus u kunt daar ook een beetje mee spelen, maar je moet er wel voorzichtig mee zijn, anders krijg je hele rare tafereelen. En in het begin doet iedereen dat natuurlijk. Moeten we dat even uitproberen. Maar op deze manier sorry, kun je natuurlijk mooie effecten bereiken.
Maar wees er gematigd in. Dat is wat ik u kan adviseren. Ik wil een nieuwe preset, want we hadden gezien, er zat er nog eentje in. Dat was namelijk tanden witter maken. Daar druk ik op en dan ziet u. De verzadiging gaat naar min 60. Dat betekent, als er geen verzadiging in zit, in een kleur, dan wordt die of wit of zwart. Nou, dit is licht, dus dat zal wit worden. Dus hoe meer ik de verzadiging eruit haal, hoe witter die wordt. Plus de belichting wordt opgevoerd met 40. Nou, ik ga weer even inzoomen, zodat u het goed van dichtbij kunt zien. Ik maak mijn kwastje ietsje groter en dan ziet u hopelijk dat die tanden net even een fractie witter worden. U kunt ze natuurlijk ook, als u dat de andere kant op doet, kunt u ze geler maken. Als u echt een hekel aan iemand heeft, of u wilt een keer een geintje uithalen, dan kan dat heel mooi. Het masker staat aan. U ziet Lightroom wat keurig de randjes in de gaten. Gaat er niet overheen. Zo, ik moet het zelfs nog ietsje netter doen. Je moet het wel goed doen, want als je dan een plekje mist, dan ziet dat er ook meteen uit alsof het vreselijk geel is, terwijl het helemaal niet zo is. Je ziet zo. Zolang ik maar met dat middelste cirkeltje op die tand blijf, met dat puntje, dan houdt Lightroom keurig in de gaten. Zo, en dan pak ik ook een stukje lip mee, zo te zien. Zo. Ik ga weer even uitzoomen. En u ziet, ze zijn best wel erg wit. Ik zet ze even aan en uit. Dat is een groot verschil. Ik vind het verschil te groot. Het is een beetje alsof ze nu al een gebit heeft. Dus ik kan bijvoorbeeld die verzadiging eens wat terugdraaien. En dan ziet, komt u wat. Dat is het misschien niet eens. Ik ga dit in dit geval toch 40, wat minder licht. Ja, ik vind dit een mooiere bewerking. Ja. Zo kan je alles even aan en uitzetten. U kunt trouwens ook, als u dit paneel even afsluit, krijgt u links onderin twee van die beelden naast elkaar. Als u daarop klikt, kijk, krijgt u even voor en na. Zo kunt u heel makkelijk even snel bekijken hoe u aan het bewerken bent. Als u nog een keer op klikt, krijgt u allerlei andere. Zo kan het ook, hè. Dit is voor, dit is na, dit beeld. Dus op die manier, als u nu even doorloopt, komt u straks vanzelf weer terug bij het begin, hoor. Kunt u uw gewenste vergelijkingsweergave kiezen. En als u daar klaar mee bent, dan gaat u hier links naartoe, naar loopweergave, en dan komt u gewoon weer terug. Dus op die manier kunt u even heel snel bekijken wat het resultaat tot nu toe is. Nou, we hebben nu dat vlekje op het voorhoofd weggewerkt en hier een vlekje. We hebben de tanden wat witter gemaakt, de ogen wat sprekender gemaakt. Ik vind dit gedeelte in haar gezicht nog een beetje aan de witte kant. En dat wil ik wel weghalen. Dus ik ga even het effect terugzetten. En ik wilde de hooglichten gewoon helemaal uithalen. Ik zet hem gewoon vol aan. En dan zie ik wel waar het schip strandt. Ik haal even automatisch maskeren eraf. Zo, ja, zie, dat is een mooi effect. Ja. Ja, dat is een stuk beter zo. Klik even op hooglichten. Ziet u, dan is het wit. En ik kan het op deze manier mooi uithalen. Zo wordt het beeld toch wat vlakker. Ik zou het zelfs hier met haar kunnen doen, maar dat doe ik niet. Dat is goed zo. Wil ik u nog een andere preset laten zien? Dus ik klik hier even nieuw kwastje aan. Sorry, ik druk even, dubbelklik even op effect, zodat alles weer op 0 staat. Dan ga ik hier naar de preset huid verzachten. Ik kan de huid verzachten. Ja, bij deze dame is dat eigenlijk niet nodig, maar ik wil u toch even laten zien. Bij huid verzachten wordt de helderheid compleet teruggeschroefd. De scherpte wordt wat opgevoerd. En dan krijgt u het volgende effect. Ik zal het u even laten zien. Ik denk op het voorhoofd is dat het meest duidelijke hier. Zo. Ja, het is bijna niet te zien, want ze heeft al een hele zachte huid. Maar als iemand een beetje een huid hebt die niet zo mooi zacht is als bij dit geval. Nou, je moet eigenlijk oppassen dat je de haren daar niet in meeneemt. Maar ja, dat is bijna niet aan te ontkomen. Nee, dit is eigenlijk het verkeerde voorbeeld voor huidverzachting. Dit werkt niet, nee. Nou, het is ook leuk om even te zien. Ik ga het dus even opnieuw instellen. Nee, doe ik niet. Ik zet alles even terug op 0. Ja, nee, ik hou de huid zoals die is. Je kunt als iemand een heel pokdalig gezicht heeft, of een oneffen huid, of de huid is wat ouder, of de foto is wat ongeflatteerd genomen, zeg maar, dan kun je daarmee de huid een stuk verzachten. En ik zal het in een andere
video nog wel een keertje laten zien. Alleen bij dit model werkt dat in dit geval niet. Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik heb nu even, als ik hier opnieuw instellen druk, wou ik nog even vermelden, dan gaan al mijn instellingen die ik met het kwastje heb gemaakt, dus ook de tanden en de ogen, die gaan weer helemaal terug. Ik zal het toch even doen. Zie, dan zijn de ogen, de hoofdhuid hier, de tanden, alles is weer terug. Dan ga ik gelukkig naar mijn historie. En dan klik ik gewoon even op degene daarvoor en dan komt alles weer keurig terug. Maar daarom, als ik zo'n, net als net, die huid heb verzacht en ik vind het resultaat dan niet mooi, dan druk ik niet op opnieuw instellen. Dan zet ik alles gewoon op 0, hier in dit rijtje, door even op effecten klikken. En dan klik ik weer nieuw aan. Dan kan ik weer een nieuwe brush maken, een nieuw penseeltje maken. En dan telt die instelling gewoon niet, zeg maar. Ik begin weer even met effect. En wat ik nu wil doen is haar lippen ietsje aandikken, zeg maar. Daar is geen preset voor. Ik ga ze niet dikker maken, maar iets roder, iets meer aanwezig. En over het algemeen kun je dat soort dingen bereiken door er ietsje helderheid in te doen. Het meeste bereik je dan wel met contrast, denk ik. Ik verzin het niet, maar... En de verzadiging kan ietsje opgevoerd worden. Ik ga even deze waardes uit en ik kan ze straks weer gaan aanpassen. Ik zet wel even het masker aan. Zo, en dan ga ik eens kijken wat het effect daarvan is. Moet niet te groot worden, dat effect. Kijk, hier is het wat wit. Dat zal het wel redelijk blijven zo. U ziet, er gebeurt wel wat. Dus ik hoop dat u het kunt zien. Zo. Eens even zien. Ja, zo ziet het er een beetje belachelijk uit. Nu lijkt het alsof ze lippenstift op heeft. Dus ik ga die verzadiging even terug naar 0 brengen. Contrast. Ja, daar gebeurt het voornamelijk. Helderheid. Ja, je ziet, als ik het contrast wat opvoer, als ik dat heel ver opvoer, wordt het heel rood. En ik kan het wat minder maken. Op deze manier kan ik ervoor kiezen, ja, ik doe het alleen met contrast. Dus op deze manier kunt u iets eerst selecteren en dan kijken van welke bewerking wil ik daarop toepassen. Wat geeft een mooi resultaat? En in dit geval was dit mooi. Zo zou je dat bijvoorbeeld ook kunnen doen met de wenkbrauwen. Wenkbrauwen is ook zoiets. Daar werkt, denk ik, even effect op 0 hebben, een nieuw kwastje. Helderheid goed, die gaan dan ietsje meer spreken. Je moet daar wel voorzichtig mee zijn, zie. Ja, daar zit bijna niks. En u denkt van, nou, ik zie bijna niks. Ik zet hem even terug. Dan wordt hij ietsje zachter. Dan komt hij net iets meer. Dus als ik hem heel ver doorvoer, dan wordt het vrij extreem. Maar zo zijn ze net wat meer aanwezig, zeg maar. Of aanwezig, zo is deze, ja. Nou goed, dan hebben we al van alles aangepast. Wat ik zelf altijd wel leuk vind, is een soort van vignette maken. En ik doe dat meestal zelf met het rondje hier. Met een circulaire filter, zeg maar. Ik krijg weer dezelfde aanpassingsmogelijkheden. Ik ga eerst dat rondje om haar heen doen. En dit is ook weer vaak een kwestie van uitproberen wat werkt en wat werkt niet. En ik wil de focus gewoon zoveel mogelijk op haar hebben. Dus ik maak het cirkeltje zo mooi mogelijk om haar heen. Zo. En om te kijken of ik het juiste effect kan bereiken, doe ik altijd de belichting even terug. En dan zie ik, oh, ik ga dit in ieder geval uitzetten. Dan denk ik, ja, dit is, zo heb ik haar gezicht goed in beeld. Dan zet ik de belichting weer terug. Op die manier kan ik even controleren of ik het juiste terrein te pakken heb, zeg maar. Nou, wat ik zelf zou willen doen, is misschien de belichting van de achtergrond wat terugdraaien, zonder dat zij, zie, het is maar een fractie. Soms kan het nog vager, maar ik weet niet of dat zin heeft. Nou, dan wordt het een beetje, nee. Op deze manier zie je nog net wat. Ik denk dat het mooi is zo. Je ziet, het is maar een klein verschil. Je kunt zelfs de temperatuur veranderen van de achtergrond. En haar hetzelfde houden. Dus dan hou je de wittinten, sorry, de witbalans waar die hoort. Maar dat doe ik in dit geval niet. Nee, ik denk dat het op dit moment zo het mooiste is. Dus ik sluit dat weer af. En hebben we eigenlijk nog één dingetje te doen en dat is verscherpen. Nou, verscherpen met
Portretten. Ik ga even. Ik probeer hier iets te zoeken waar ik aan kan zien hoeveel ik moet verscherpen. Dan moet ik slepen. En dat schiet niet op. Ik kan hier even op klikken één keer. En dan kies ik dat gewoon. Ga ik met mijn muis in de foto en dan klik. Dan zeg ik, dat is hem. Dan ga ik verscherpen. Ik kijk even naar mijn ISO-waardes. ISO is 100, dus ik kan dan eigenlijk tot 80% verscherpen. Maar dat is een portret en dan hou ik het meestal tot zo'n 60. Veel meer ga ik meestal niet. 60, 65. Dan vind ik het te veel. Dan wordt het te scherp allemaal. Zo. Ik doe het dan 50, hou ik dat. Standaard wil ik wel wat luminantie erbij. Dat maakt de foto weer wat zachter. Het is eigenlijk wat ruisonderdrukking. Maar het verzacht de foto ook. Dus aan de ene kant verscherp ik. Aan de andere kant wil ik toch ook wel weer wat zachtheid erin brengen. Ik heb daar een hele video over apart gemaakt. Over verscherpen. Wat er dan exact gebeurt. Zo ook eens kunnen bekijken. En wat ik sowieso ga doen. Is even een masker aanbrengen. Hier zit het masker. Dus ik druk op mijn linker alt toets op het toetsenbord. En dan klik ik op masker. En dan ziet u alles wat wit. Alles wat wit is, wordt verscherpt. Dan voer ik het masker op. En dan ziet alles wat zwart is. Dus de achtergrond in dit geval. Wordt niet verscherpt. Op deze manier hou ik de achtergrond mooi wazig, zeg maar. Terwijl haar haren en haar wenkbrauwen en haar mond en zo, die worden verscherpt. Dus ik laat hem nou los. Ik denk, dan is dit de juiste punt. Klik hem dicht. Ik ben daar klaar. Dan is er nog één foefje. Want het is eigenlijk gewoon een foefje, meer is het niet. Als je naar camera calibratie gaat, helemaal onderin. Dat wil bij portretten nog wel eens leuk zijn. En u gaat dan naar de alleronderste slider, verzadiging. Dat is de verzadiging van de blauw van de camera instellingen. Als je die helemaal naar rechts sleept, zie je, er komt wat meer leven in. In dit geval is het te veel, vind ik. Ga weer even terug, dat was hem. Je ziet, de kleuren worden net even, er wordt wat meer blauw ingedaan, waardoor het allemaal wat sprankelender wordt. Nou, dat past wel bij deze dame, denk ik. Denk ik dat ik hem zo zet. Ja. Ik denk dat hij zo mooi is geworden. Ik zal eens even het spul naast elkaar zetten. U ziet, dit was hem. Voor de bewerking. En dit is hem na de bewerking. Hij is wat sprankelender geworden. De tanden zijn wat sprekender. De ogen zijn wat sprekender. Ondanks dat ze eigenlijk bijna helemaal verstopt zit achter het haar. Ja, ik denk dat het een mooie foto zo geworden is. Prima. Ik ben klaar. U kunt er nog voor kiezen om eventueel echt een vignet erop te zetten. Ik zal nog even laten zien hoe je dat doet. Dat doe je bij effecten. En dan kun je hier bij de eerste beginnen. En dan kun je helemaal naar links. Ziet, dan komt er echt een vignet. Als u naar rechts gaat, wordt die wit. Gaat u naar links, wordt die zwart. Dus u kunt dat een beetje op deze manier. Dan krijgt u nog wat meer focus. Als ik hem even helemaal zo zet, kunt u hier zien. Met deze sliders kunt u het middelpunt opzoeken. Nou, dit is mijn middelpunt. Zo wil ik hem hebben. Dit is de ronding. Dus wordt die heel rond of wordt die bijna vierkant? Zo. Dit is dan de doezelaar. Of die heel zacht of heel. Ik denk heel zacht is wel mooi. Hooglichten laat ik zitten. Ik ga even terug naar 0. En dan staan deze instellingen goed. Heb ik net goed gezet. En dan ga ik hem een heel klein beetje zo doen. Ja. Zo, en nou ben ik echt klaar. Ik denk dat hij netjes is geworden zo. Voor een sportief portret. Ik hoop dat het interessant voor u was. Dat u wat geleerd heeft. Of dat u het leuk vond. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties, laat ze alsjeblieft weten. Heeft u foto's van u zegt van, joh, ik wil dat je ze bespreekt of dat je ze bewerkt. Mail ze alsjeblieft naar me. Mijn naam is Mike Sluitertijd @hotmail.com. Daar kunt u uw materiaal kwijt. Mijn naam is natuurlijk gewoon Mike, sorry. Mijn e-mailadres is mikesluitertijd@hotmail.com. En andere opmerkingen of aanmerkingen, laat ze gewoon onder de video achter. Een ander dingetje zou ook leuk zijn als u lid wordt van mijn kanaal. Hoe meer leden, hoe leuker en hoe meer ik gemotiveerd word om weer nieuwe video's te maken. Dus nogmaals, bedankt voor het kijken en hopelijk snel tot ziens.